Ik denk dat als ik niet had gezien dat het bij iemand anders kon, dat ik zelf met zo'n oud huis, waarvan ik echt wel merkte dat het nog niet goed geïsoleerd was, waar ik nog veel aan moest doen, niet zelf die stap gezet zou hebben om een warmtepomp met PVT-panelen aan te schaffen. Welkom bij Nederland gaat voor groen. In het hele land gebeurt er ontzettend veel op het gebied van duurzaamheid. Daarom gaan we in deze serie op bezoek bij duurzame initiatieven in heel Nederland. Ik sta vandaag in Leiden en hier achter mij is de 2000ste woning die meedoet aan de Duurzame Huizenroute. En de Duurzame Huizenroute is een geweldig initiatief. Dan kan je namelijk bij andere huiseigenaren gaan kijken hoe zij hun woning hebben verduurzaamd en hoe je dus met allerlei aanpassingen aan je woning duurzamer kan leven. Ik wilde van alles gaan doen. Verder isoleren, ik wilde zonnepanelen. Tja, wat doe je dan precies? Want er is heel veel aanbod. Dus ik ben me daarin gaan verdiepen. Zo kwam ik ook op informatie over PVT-panelen, waardoor ik van het gas af zou kunnen gaan. Nou, dat zou natuurlijk een ultieme uitkomst zijn. Alleen met een oud huis van 1929 gaat het wel lukken. En toen zag ik bij de Duurzaam Huizenroute een ander huis in Leiden uit 1929 dat het ook al heeft gedaan. Ja, dat heeft me echt geholpen. Dat heeft me ook wel over de drempel geholpen om zelf die investering te gaan doen. Het is heel fijn als je bij mensen binnen mag kijken, want dan kan je gewoon even zien hoe staat het, hoe werkt het. En je hoort de successen, maar je hoort ook wel wat mensen anders hadden willen doen. Als je bij een woning op bezoek wil, dan dat kan redelijk simpel. Dan ga je naar de website van de Duurzame Huizenroute. Daar kan je inschrijven bij woningen en in november. En dan zijn er open dagen, dan kan je naar binnen. Maar je kan ook het hele jaar door vragen stellen bij mensen. Wat ik echt heel mooi vond, is dat je het enthousiasme van mensen ziet die dit eerder dan jij hebben gedaan. Die ook vertellen wat er wel eens lastig was. En die je zo weten te enthousiasmeren. En ja, dat enthousiasme wens ik eigenlijk iedereen toe. Want we moeten met z'n allen die stap naar verduurzaming verder zetten.